Welkom bij State of the Race, de politieke talkshow voor de nerds, voor de fijnproevers, waar wij de komende verkiezingen gaan bespreken. En vandaag hebben wij een heel interessante gast, Jan Kallebout, eigenlijk de bekendste, grootste marktonderzoeker in Vlaanderen, die ons door de race gaat leiden. Goedemorgen, Jan Kallebout. Dag Wouter, dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb je aangekondigd als eigenlijk de grootste marktonderzoeker of de bekendste marktonderzoeker in België. Dus ik wil het vandaag met jou eens hebben, ook vanuit dat perspectief over die race die er zit aan te komen. Wat is eigenlijk de grootste trend die je tot vandaag ziet? Je ziet, eigenlijk moet je over twee trenden spreken. Je ziet een trend die zich over de steden uitzet en die heel nauw aanleunt bij de nationale politiek. En dan zie je wat dat er lokaal gebeurt. Ja. En eigenlijk kun je spreken over een Vlaanderen in twee snelheden. Ja, want dat gevoel heb ik zelf wel een beetje, dat zeker als je dan focust op die steden, dat je eigenlijk een nationale campagne krijgt op dit moment. Absoluut. Je ziet duidelijk dat er afrekeningen zijn, dat het persoonlijke profileringen zijn, zeker wat dat de grote steden betreft. Ja. Alhoewel, eigenlijk is Gent en Antwerpen toch nog wel een ander verhaal. En je ziet, als je dat zegt, eigenlijk feitelijk heb je het dan vooral over Antwerpen. Misschien omdat het meest onder de radar zit, eerst eens over dat lokale. Wat voorspel je daar? CD&V blijft zeker in beleidsmensen en burgemeesters de dominante partij. Natuurlijk, N-VA heeft de laatste jaren die opgang gemaakt. Is daar echt sprake van een tweestrijd? Of blijft het sowieso CD&V dominant in die landelijke gemeentes? Wel, dat valt eigenlijk te bekijken van dorp tot dorp, van stad tot stad. Eigenlijk heeft CD&V niets gedaan met zijn lokale dominantie. Ze hebben dat niet opgezet in een force. Als je 135 burgemeesters hebt, dan heb je eigenlijk recht om te zeggen dat je de burger het best begrijpt. Juist, ze hebben eigenlijk met gans die massa heel weinig aangevangen. Dus die burgemeesters vallen eigenlijk terug op hun eigen kracht. Ja. Dus met andere woorden, het is geen machine vanuit de partij opgezet. En je gaat eigenlijk lokaal van stad tot stad, van gemeente tot gemeente moeten zien wat dat daar gebeurt. En uiteraard heeft CD&V zeer goede burgemeesters, veel burgemeesters, die het in de meeste gevallen wellicht wel terug zullen omzetten in een meerderheid. Ja. Oké, en dan N-VA, zijn zij daar een opkomende factor? Of zie je toch eigenlijk ook een stuk zwakheid van hun politiek personeel die zich nu zal uiten in een aantal gemeenten waar ze overlopers gehad hebben of ruzies? Ja, weet je, ze hebben de nadelen gehad van elke beginnende machtspartij. Die omslag van een oppositiepartij naar een machtspartij is niet altijd vlot gelopen. Mm-hmm. Je hebt Turnhout gehad en je hebt daar een aantal fediverse gehad die toch wel een klein beetje... Maar het is toch wel wat symptomatisch, het is niet enkel daar. Ja, maar je hebt daar tegenover fantastische voorbeelden, zoals in Aals, waar ze duidelijk op een heel mature manier die stad heeft geleid. Ja, en ook Sint-Niklaas bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal voorbeelden waar dat wel goed gelopen is. Maar dat zijn groeipijnen, denk ik. Ja. Dan is na die nationale race, want om dan terug over CD&V te hebben, zij verhuizen hun boegbeeld en maken volgens mij er zo ook, misschien niet gewenst, maar wel een nationale campagne van. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar die nationale campagne is al begonnen in de vorige verkiezingen. Hè? Ja. Door het feit dat de grootste politicus van deze generatie eigenlijk bewust kiest om burgemeester te zijn van de grootste stad van Vlaanderen, heb je per definitie zo'n systeem. Ja. Wat doe je dan als andere machtspartijen? Ik denk dat een zoeken en tasten is naar goede oplossingen. Ja. Dus met andere woorden, heeft CD&V daarvoor gekozen? Ik denk het niet. Ik denk dat vooral N-VA bepaald heeft wat dat strijdtoneel eigenlijk en, is. En hoe lees je de race in Antwerpen op dit moment? Op dit moment is het, denk ik, heel duidelijk. Het is één tegen allen. Ja. Maar men kan er niet rond dat meneer De Wever een goed parcours gereden heeft de laatste zes jaar. Ja. Je hebt gezien wat dat er gebeurd is rond de mobiliteit in Antwerpen. Wat dat er met de binnenstad gebeurd is. Wat dat er met de haven gebeurd is. Eigenlijk, van op enige afstand gezien, kan je daar alleen maar zeggen dat daar een redelijk duidelijk en goed beleid is gevoerd. Ja. Alle klachten bij de Raad van State zijn teruggetrokken, enzovoort, enzovoort. Het straffe is dan wel dat eigenlijk, als je kijkt naar de resultaten in het beleid, is behoorlijk gemodereerd, zelfs in die mate dat hij een stuk groen het gras van onder de voeten heeft gemaaid met heel zijn plan over de overkapping. Maar als je dan kijkt naar zijn woorden, is dat wel heel polariserend. Is het telkens opnieuw dat conflict zoekend? Ja, dat is natuurlijk het aard van het beestje. Hè. Dat is de wijze waarop dat men groot geworden is in de politiek.
En in voetbal zeggen ze... En het werkt misschien wel. Wel ja, voilà. In voetbal zeggen ze, don't change a winning team. Ja. En hij heeft dus een aantal methoden en technieken die duidelijk werken. Maar, ja, bedoel, kun je hem dat kwalijk nemen? Ik vraag me dat af. Wie verrast er jou positief en negatief in Antwerpen? Van de andere boegbeelden? Van de andere positief, denk ik dat de VLD een lovenswaardige poging doet om zich op de kaart te zetten. Gaat dat succes hebben? Dat weet ik niet. Het was misschien wel een beetje erover om te zeggen dat hij emotioneel ongeschikt was om burgemeester te zijn. Ja, maar enfin, het legt een intentie bloot. Hè. Het legt een intentie bloot om toch wel op zijn minst te gaan challengen. Ja. Tuurlijk, ik denk niet dat het er in de sterren geschreven staat dat de Wever 50% gaat halen. Dus hij gaat moeten zoeken naar een coalitiepartners die voldoende stemmen en voldoende... mandaten meebrengen om een meerderheid te voeren. En daar zou misschien wel een keer het schoentje kunnen knellen. Ja. En negatieve zin dan? Wie komt er echt niet uit de campagne? Wel, het spijt me een klein beetje te moeten zeggen dat CD&V toch wel zichzelf zeer moeilijk maakt door de keuzes dat ze maken, door de wijze waarop dat ze uiteindelijk op geen enkele manier mee profiteren van het... toch redelijk goede bestuur. Ja, integendeel, ze gaan daar helemaal in oppositie. Voilà, ze claimen bijna niets van de positieve realisaties. De nationale politiek wordt geïnduceerd via de kopman. Er is wat pech met de kandidatenlijsten, het disparaat zoeken, uiteindelijk is dat naar kleine minderheden die een stem moeten laten horen. Ja, ik vond dat, maar dat is natuurlijk echt de nichepolitiek. Je zet iemand op de lijst die moeder is van de Syriëstrijder. Is de analogie om bijvoorbeeld een jaar na de Tweede Wereldoorlog een moeder van een Oostfront er op de lijst te zetten? Ik snap dat wel, maar dat is wel heel symbolisch ook zoiets. Dat is niet... Ja, natuurlijk, die vergelijkingen zijn een beetje ver gezocht. Ja, misschien wel, maar... Het gaat hem niet over dat een oorlog hier gevoerd is. Hè. Nee, maar er zijn wel aanslagen geweest. Er zijn aanslagen geweest, ja. Gelukkig niet in Antwerpen. Ja. Het is natuurlijk wel... Er was een dronken man op de Meer die als aanslag is geboekstaafd, denk ik. Maar een beetje lachen met Antwerpenaars dan. Ik heb een tijdje voor een firma gewerkt op de Meer. En er loopt wel meer dronken rond op de Meer. Misschien toch even over Groen daar, want eigenlijk vorig jaar de challenger van Bart De Wever, met Wouter van Bezien dan die de kartellijst ging trekken. Vandaag staan zij zonder kartel. Heb ik niet het gevoel dat die kopman er echt uitkomt? Of zie ik dat verkeerd? Groen is een partij met een geweldige promise. Hè. Als je studies bekijkt, dan zie je eigenlijk dat er over de jaren heen steeds meer sympathie groeit voor Groen en minder weerstand. Mm-hmm. Natuurlijk zo dat ik denk dat het een geschenk is voor hen, dat ze niet in kartel zitten. Dat ze op die manier eigenlijk voluit hun eigen mandaat, hun eigen kandidaten kunnen gaan steunen. Ik vrees even wel dat zij met mevrouw Almachi eigenlijk nog een sterkere trekker en sterkere kopman in huis hadden. Ik begrijp dat dat allemaal voor persoonlijke redenen gelopen is. Maar ik denk dat Groen wellicht op echt doorbreken staat in Antwerpen. Ja. Niet op het niveau van De Wever, maar wel op het niveau dat zij wellicht toch wel duidelijk de tweede grootste partij zullen zijn in Antwerpen. Ja. En misschien dan springen naar de tweede grootste stad in Gent. Zie je dat Groen ook duidelijk in de lift zit dan binnen dat linkskartel? Ja. Tuurlijk, Gent, dat is onwaarschijnlijk wat dat daar allemaal gebeurd is. Hè. Ja. Ze buitelen over elkaar, de ene kopman moet zich terugtrekken voor de andere. Met nog altijd een hele populaire burgemeester, die niet meedoet, toch niet in een zichtbare rol. Dus er zit daar een gat. Zit daar dus een gat. En ik heb niet de indruk dat SPA daar echt in slaagt om die erfenis om te zetten in mandaten. Ja. Ze gaan in groep, in kartel, naar die verkiezingen. Ik vrees dat daar iets gaat gebeuren dat een beetje op Van Peel zijn situatie in Antwerpen van vorige keer zal gaan lijken. Oké, leg uit. Namelijk een verschuiving van de mandaten, waarbij dat er spanning zal komen tussen Groen, dat wellicht meer mandaten zal krijgen dan Rood. Mm-hmm. In een macro-context waarschijnlijk, waar dat die verhoudingen relatief
allemaal zullen gerespecteerd blijven, maar waar dat je dan met de erfenis van deze stad zit. Mm-hmm. Een erfenis dat een paarse structuur heeft, dat ook paarse verenigingen heeft achter de schermen. Ja. En dan vraag ik me af of dat daar dan niets zal gebeuren, dat men zich zal afvragen of dat het, het zal een klein beetje afhangen natuurlijk, of dat de schijnbare populariteit van meneer de Klerk zich kan omzetten echt in voldoende mandaten, ja. Of dat daar geen wisselmeerderheid buiten het kartel zich zal gaan voordoen. Toch nog paars in Gent. Wel, ik denk dat daar op een serieuze manier moet rekening mee gehouden worden, dat die gedachten zullen oppoppen. Een beetje afhankelijk van hoe zwaar dat het aantal mandaten door de kiezer zal gegeven worden. Interessant. Want ik denk nu niet dat N-VA of CD&V of dat die eigenlijk echt in positie zijn om een zwaar alternatief te bieden. Ja. Met alle respect, maar iemand van 70 jaar de kop laten trekken voor vernieuwing te brengen. Moeilijk. Laat mij toe om, ondanks mijn leeftijd, om daar echt niet te geloven. Okay. En niet in dito, daar waar dat in de rest van Vlaanderen N-VA duidelijk nog altijd leading is, is dat toch in Gent niet echt gelukt. Nee. Kijk eens naar, naar die andere centrumsteden. Zie je daar een aantal trends of interessante fenomenen? Wel, ik zie twee opposities. Als ik de twee uitersten van het land neem, dan zie ik in Kortrijk, laat ons eerlijk zijn, Vincent van Quickenborn heeft daar een klein beetje de meerderheid gestolen de vorige keer. Maar heeft dat omgezet in een heel activistisch beleid, in een heel duidelijk beleid. Mm-hmm. En ik zie hem best in staat om die stad vast te houden. Dus ik denk dat daar duidelijk een VLD-burgemeester mogelijkerwijs aan zet kan blijven. Oostende heb je de strijd tussen Tommelijn en Van der Lanotte. Ja. Ik denk dat dat ook op een soort van wissellijn zou kunnen zitten. Het hangt allemaal een klein beetje af. Dat zou wel historisch zijn in Oostende. Dat zou historisch zijn, maar ik denk dat die kans er wel in zit. En dan aan de andere kant van het land, dan zie je wat dan mevrouw Demir aan het doen is, eigenlijk echt wel weegt. In Genk is, Sorry. Daar is traditioneel, CD&V heeft daar duidelijk altijd gekozen voor local-local, mm-hmm. Met Wim Dries en voordien Jeff Gabriels. Men heeft daar nationale politici die zich niet moeien en niet dubbel mandaten nastreven zoals dat er in veel andere plaatsen gebeurt. Ja. Dus men heeft daar een zeer ethische, zeer structurele opbouw. Ja. Ja. Maar gans dat spel wordt nu eigenlijk verstoord door de hele sterke profilering van mevrouw Demir, die eigenlijk naar voren komt als iemand die wel een verschil zou kunnen betekenen. De vraag is, kan ze dat volhouden? Hè? Ze is al een keer gevlucht uit Antwerpen. Wat gaat ze nu doen met een al dan niet geslaagde putsch in Genk? Ja, dat is wel een interessant fenomeen natuurlijk. Even nog terug naar Kortrijk, omdat er ook een stuk in nationale weerslag heeft. Het is duidelijk dat Open VLD dat model van Kortrijk en van Mechelen, dan, van Bart Somers, wilt exporteren en zegt, kijk eens, wij zijn eigenlijk de partij die vandaag de juiste profielen van burgemeesters levert. Geloof je in dat soort aanpak? Wel, ik geloof in die vernieuwing. Hè. Mechelen, alle respect voor Mechelen, de wijze waarop dat Groen zich daar volwassen gedraagt, partner is... Niet enkel Bart Somers, lijkt mij. Is niet alleen Bart Somers, maar Bart Somers is een ervaren politicus. Hè. Je vergeet niet dat hij Vlaanderen geleid heeft. Die man heeft zijn ervaring. Hij is ook gegroeid in die rol. Hè. Ja, ja. Hij heeft dat eigenlijk wel getransporteerd naar een stad die niet toevallig met alle soorten van prijzen bekroond wordt. Ja. Dus daar heb je toch wel een heel mooi voorbeeld van vernieuwen met ervaring. Mm-hmm. En ik denk dat dat voor VLD, maar ook eigenlijk voor Groen, een heel mooi voorbeeld is om van wat er mogelijk is. Participerende machtsstructuren te vinden. En dan heb je dan een van de armere steden van België, Aalst, waar dat de N-VA toch wel heel mooi een oplossing gegeven heeft voor een coalitie. Moeilijkheid van twee, drie verkiezingen diep. Ja. Dus ja, je ziet toch wel dat lokale verkiezingen toch wel een ander verhaal is dan puur nationaal. Ja, dat je het niet kan transporteren. Maar misschien toch nog eens proberen dan ter afronding om een aantal trends te zien voor partijen. Van welke partij, ik zal misschien met een evidente beginnen, is SPA, die het al een aantal jaar moeilijk heeft, waar die voorzitter John Crombie zegt, ik zet eigenlijk echt in en als we niet scoren in de steden, leg ik mijn eigen lot zelfs nog eens op het kablok. Ja. Niet de eerste keer is, maar... Ja, ik begrijp dat, hè, maar SPA
Ik begrijp zijn woorden, maar ik begrijp niet zijn daden. Okay. Als je kijkt naar die steden die hij in handen heeft, zoals Leuven en Gent, als je het echt meent met de opvolgers, dan vraag je aan uw burgemeesters, alsjeblieft, geef die mensen een kans. Ja. Het zijn twee relatief onbekende kandidaat-burgemeesters, dat ze naar voren schuiven. Ja, Mohamed Ridouani in Leuven en Rudy Koddes in Gent. Ja, voilà. Twee mensen die eigenlijk alle hulp nodig hebben. Ja. Die intelligente mensen zijn, wellicht zeer geschikt vanuit een intellectueel standpunt, maar die eigenlijk weinig kans maken om zich in feite aan een breder publiek te tonen. Mm-hmm. En dat is structuur en dat is beleid en dat is strategie. En in geen van beide gevallen zie je dat eigenlijk hard gebeuren. Ja. Dan hoe dat zij dan de grootste stad van Antwerpen door interne Antwerpen, dus van de grootste stad van Vlaanderen, verknoeid hebben. Dat hebben ze eigenlijk ook alleen aan elkaar, aan zichzelf te wijden. Idem dito met Hasselt. Mm-hmm. Dus op dat vlak kun je wel afvragen hoe zuiver dat zij hun woorden eigenlijk in daden omzetten. Ja. En dan, om naar groen te springen, de concurrent op links meent het duidelijk wel met die lokale strategie, ja. Want... Natuurlijk, groen heeft altijd zichzelf als vijand. Hè. In die zin dat het gedachtegoed heel populair is, mm-hmm. dat als je studies doet, dat groen altijd in de overwegende set zit, of dat je nu vanuit links een voorkeur hebt en een verleden hebt met SPA of met wat dan ook, of je hebt het vanuit het centrum, hè, vanuit CD&V of VLD zelfs, mm-hmm. dan zie je altijd dat groen het tweede of het derde alternatief is. Dus in de mindset van de mensen, van de kiezer, zitten zij altijd aanwezig. Dat ze, dus gelijk een voetbalploeg met sterk middenveld, maar zonder spitsen. Ja, dus op een gegeven moment moet het wel verzilverd worden. Ja. En verkiezingen gaat over het geven van mandaat en vertrouwen aan individuen. Mm-hmm. En daar slaagt groen vooralsnog, ik spreek met twee woorden, in weinig gevallen in. Ja. Men komt niet tot een situatie waarbij dat ze zeggen van kijk, en ik vertrouw nu meneer A of mevrouw B om het echt af te maken. Ja. En daar zit het schoentje altijd gekneld voor groen. Kleintje op links, PvdA, hoe voorspel je die? Ja, PvdA heeft in Antwerpen een soort van thuisterritorium. Mm-hmm. Heeft daar ook een zeer goede reputatie wegens de werking in de diepte, mm-hmm. armoedewerking. Het staat op 9% ook de vorige keer. Ja, dus op dat vlak. Daar gaan ze waarschijnlijk niet achteruit gaan. Ik vermoed van niet, nee. En is er dan sprake van doorbraak in de rest van Vlaanderen? Daar vrees ik voor. Ik denk dat dit echt een fenomeen is van de steden. Je ziet dat ook in Wallonië, in Luik enzovoort. Maar dat gedachtegoed daar wel wortelt. En als de wanhoop is niet groot genoeg om dat eigenlijk te laten voortgaan. Ander extreem, Vlaams Belang. Gaan die hun terugkeer kunnen realiseren? Met alle respect, ik denk dat de N-VA enorm veel inspanningen doet om dat zoveel mogelijk af te dekken en te zorgen dat die stemmen eigenlijk toch wel een zekere nuttigheidsgraad krijgen. Dus ik vrees een klein beetje dat voor hen toch wel een beetje een achterhoede gevecht blijft. VLD, ja, daar hebben we het daar net over gehad. En dan zijn er nog de twee grote. Hoe schat je nou uiteindelijk CD&V in op 14 oktober? Relatief gesproken denk ik dat voor CD&V iets gemakkelijker zal zijn om relevant te blijven op de lokale verkiezingen. Ja. Ik voorspel voor hen veel grotere moeilijkheden voor dat nationaal beeld. Jaar. Ja. Dus okay. ik denk dat de diepte en breedte in de bezetting van lokale mandatarissen, mm-hmm. dat hen eigenlijk toch nog altijd een kleine remmende voorsprong geeft. Maar maakt het dan dat ze nu ook wel een kans hebben om met een enigszins positief beeld die race naar volgend jaar aan te zetten, maar dat er wel nog een aantal stappen moeten genomen worden? Stel dat ze min of meer, laten we zeggen, op een beschaafde manier met een beschaafd resultaat uit die lokale verkiezingen komen, ja, dan gaan ze moeten gaan kiezen. Hey, het is duidelijk dat regeringswerk op Vlaamse kant, met Van Deurzen en Krivits, dat best mag gezien worden, dat daar dingen gerealiseerd worden. Op federaal is dat al een pak moeilijker om daar iets over te claimen. Ja. Hey? Dus niet alleen de moeilijkheden van Chris Peters rond Arco en andere toetiquanti, maar evengoed heeft meneer Geens ook het moeilijk om al zijn hervormingen eigenlijk echt verkocht te krijgen. te laten doorgang vinden. Dus ofwel gaan ze daar echt een mental shift doen en zeggen van kijk, de lokale verkiezingen hebben getoond dat wij best de burger begrijpen, want dat is het.
En als ze van daaruit een platform zouden, zouden bouwen, dan zouden ze een betere kans maken voor mei van volgend jaar. Ja. Doen ze dat niet, dan moeten ze met palmares van deze federale. En ja, dat ik vrees dat dat een klein beetje boven het haalbare zal zijn. Finaal aan N-VA. Het is natuurlijk veel er op spel staat ook voor de Wever, want als die in Antwerpen, als dat nu barst te komen in die burcht, dan zie je meteen ook een kwetsbaarheid naar volgend jaar toe. Ja, maar in elk geval verwacht ik niet dat zijn massief leiderschap daarin in twijfel zal getrokken worden. Nee. Ik denk dat daar een degelijk resultaat zal staan. Of dat dan zich kan omzetten in een meer, dat is nog een ander geval. Maar zijn eigen persoonlijke score en van zijn partij in Antwerpen, dat zal denk ik wel echt wel solide overeind blijven, solide blijven. Waar zij op nationaal vlak eigenlijk ook goed uitkomen door, laat ons zeggen, zowel het leiderschap van Jan Bon, alle terroristische dreigingen. Ja, heeft dat helemaal naar zich getrokken. En zowel, je ziet dat zelfs met gegevens uit de Franstalige kant, men betrouwt dat. Ja. En men heeft daar het gevoel van, die man heeft dat in handen en doet dat zeer goed. Ja. Franke voor en tegen. Mijn persoonlijk vermoeden is dat we in april, mei de grote confrontatie gaan krijgen tussen het beleid van Franken en dat van mevrouw De Blok. Ik denk dat als je dat gaat gaan verrijken, zij is zeer beschaafd geweest, heeft eigenlijk haar beleid in tegenstelling gezegd. Maar ik denk dat alle media de kans zullen krijgen om die confrontatie eigenlijk een keer aan te doen. Dat wordt een interessante kans. Dat wordt een interessante volgens mij. Ja. Idem dito, Van Deurzen met De Blok dan, maar dan over het andere domein, het beleid van de ziekenhuis. Ja. Er is echt gekozen geweest voor een beleid om de ziekenhuizen te versterken. Ja. Dat mag ook wel een keer in vraag gesteld worden, ten aanzien van mutualiteiten en andere zorgverleners. Ja. Dus je krijgt toch wel een aantal constructieve mogelijke debatten naar aanleiding van mei van volgend jaar. Ja. Dus nog veel werk voor jou aan de winkel. Ja, ik denk het wel. Misschien nog één finale vraag dan. We moeten niet te veel gokken, maar als er nu één ding is dat je zegt van dat gaat mij niet verrassen, maar dat zal de meeste mensen wel verrassen op 14 oktober, wat is dat dan? Goh, ik denk bijvoorbeeld dat Tobak toch misschien wel een socialistische opvolger krijgt in Leuven. Ja. Ik denk dat daar veel mensen zouden kunnen van verrast zijn. Maar ik heb meneer Ridouani een paar keer ontmoet en ik heb de indruk dat hij dan toch wellicht een sterke persoonlijkheid heeft. Ja. Ik denk ook niet evident na Louis Tobak, zou ik dan denken. Dat is absoluut niet evident en ook eigenlijk zonder platform. Ja. Hè? Ja. Ik denk ook dat Van Quickenborne in staat is om Kortrijk vast te houden, ondanks het grote stemmenverschil dat er vorige keer geweest is. Oké, hartelijk dank Jan Kalleboud. Graag gedaan.